Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Mokum-Middelaar heeft burgemeester Gradissen aan 4 inwoners een speld van verdiensten uitgereikt. Burgers uit de gemeente komen in aanraking voor de onderscheiding door belangeloze inzet voor de gemeenschap. 2 van de spelden werden uitgereikt aan het echtpaar Peter Sengers. Meneer en mevrouw hebben zich beide voor veel vrijwilligersfuncties ingezet, waaronder het Rode Kruis en project Duo Fiets. De overige 2 werden opgespeld bij de broers Thomassen. Alfons is al 62 jaar actief betrokken bij Harmonie Erika en broer Piet werd onder andere beloond voor zijn 40-jarige betrokkenheid bij de vrijwillige brandweer. Verder had burgemeester Gradissen speciaal voor de aftrap van 2019 een lied geschreven.